zijn vandaag aan het kornwelten. Kornwelten, wallhang. Ja, allemaal oefeningen die een beetje de specifieke krachten trainen. Kijk dan. Ja, wacht, ik wil wel even laten zien. Hier, Xan. Sven. Even wat dieper, Sven. Je laatste crossover is voor het echte eind. Dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je steunpunt hier, wat dan je volgende steunpunt, dat het meer onder je lichaam staat, zodanig dat je kunt stoppen met draaien. Ja, dat ik het rechtstuk op kan gaan. Als je hier wel nog hangt, heb je nu laatste slag op links. En dan meteen kunt stoppen met hangen om het echte eind aan te pakken. Ja, wat doe jij voor jou? Ik ben Kip Carpenter. Ik ben materialsman voor de short track team hier. Het is hartstikke leuk werk. Mooi, mooi. Ik vind het super gaaf. Mijn lievelingsatleet is Yara. Zij is heel speciaal en specifiek wat ze wil hebben in haar ijzers. Ja. En ik vind de professionaliteit van haar echt enorm goed. Go! Wat vond je ervan? Het was heel zwaar. Ja? Het speelde aan mijn hoofd. Oh, je ziet er nog steeds goed uit hoor. Nee, beetje rood. Maar iedereen is moe. Ja. Ben je ook moe, Rianne? Ja. Hoe zwaar? Een RPE. Dat is een EMI, een ervaren mate van inspanning. Voor de coach of voor de rijders? Ja. De bedoeling was voor de rijders, maar de coach ervaart het ook als heel zwaar. Ja. Je mag niet eten, hè? Met je mond vol. En voor de camera is dat totaal niet charmant. Maar goed, Quarky. En ik ben even de training terug aan het kijken. Zo zien wij dat. Dartfish heet dit. Hier staan al onze beelden per oefening die je doet. Staan hier op. Dan heb je naam zoeken. Super makkelijk. En zo kan je dus iedere training terugkijken. En vandaag wel een leuke training. Want wat snelheid. Ik ging starten en ik was echt vandaag met Rianne een koppeltje. Ik zal even laten zien. Nummer 1. Nummer 2. Ik zit in de auto. Naar Papendal. Zo Arnhem in de buurt. Dat is het sportcentrum van Nederland. Daar ga ik naartoe om een vetmeting te doen. Bij Vitesse kunnen we dat doen in de apparaat. Super, super nauwkeurig. Dat is het hoofddoel. En als we er toch zijn, kunnen we er ook lekker krachten en fietsen in die omgeving. Dus dat is top. Heel stil blijven liggen. En dat is best moeilijk voor haar. En de data. En Menno. Hoi. Nou, dat was het. Dagje Papendal. Kracht gedaan, gefietst. Top dagje. Werk. Havermelk, muesli en nootjes.
Goedemorgen. Oh, ja, het is 6:04 in de ochtend. En we hebben het even uitgerekend. Hemig, het is ook gewoon nog donker. Rianne en ik. En we denken dat we er om 3:00 zijn. Oké, om 2:30 of 3:00 in Courmayeur zijn. Dus we gaan proberen. Ja, ja, altijd. Hi. Nee, zo. Op wie hebben we moeten wachten? Ja, mijn weegschaal was heel erg bedacht. Een telefoon of zo? Ja. Ja, je zak, hè? Ja, gewoon bijna. Zet je nog steeds? Nou, Selma, klaar voor? Ja. Check, ook weer klaar. Tada. Ja, ik ben hij moet. Hi Sam. Hi. Eindelijk naar ons hotel. Hoi. Hi. Courmayeur. Dit is Courmayeur. Het is volgens mij 26 graden. Het voelt als 30. Ja, het ziet er wel echt lekker. En ik moet zeggen, het ziet er heel gezellig uit. En wat zijn we aan het doen? We lopen nu naar ons hotel, want we hebben zo'n grote groep dat we twee hotels hebben. We schreeuwen denk ik dat we horen. En wij zijn afgezet bij het andere hotel, dus wij lopen even 100 meter naar ons hotel. Ja. Hoe vaak kan je hotel zeggen ineens zien? Welkom in mijn kamer. Kijk hoe gezellig. Mijn bed. Allemaal koffers. Matras mee. Een bankje staat er al. Kijk, een leuk balkonnetje. En uitzicht. Daar is het hotel van de anderen. En de oh, daar is de ijsbaan. Ja. Het is heel gek, want ik zie mezelf. Ja, eigenlijk moet je deze gewoon wegklappen. Nou, bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Mm-hmm. En dan post je haar meer, ja? Anders ja, niet. Nee, dus je moet wel liken. Ja, en even zeggen wat de mensen willen zien. Ja. Doei! Doei!